Het reeds lang aangekondigde baggerproject van de Suriname Rivier wordt binnenkort uitgevoerd. Dit maakten leidinggevenden van het ministerie van Openbare Werken gisteren bekend tijdens een persconferentie. De onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken, Satish Mohan, zegt dat het project wordt uitgevoerd door de bedrijven Boer NV en Boscalis die een samenwerking zijn aangegaan. Het bedrijf Ace Consultancy en de Maritieme Autoriteit Suriname zullen controle uitvoeren op de werkzaamheden. Het houdt in om de vaargeul van de Suriname Rivier over een strekking van 68 kilometer. Dat is vanaf waar je daar zit, kilometer nul. Dat is ongeveer gelijk aan de economische, exclusieve economische zone. Dat is het punt nul. Tot 68 is net voorbij Waterland. Wordt gebaggerd in vier trajecten. Het is een lengte van 68 kilometer. De diepte die de vaargeul zal krijgen is min 4,5 meter chart datum of in NSP 5.78. De breedte van de vaargeul, dat is de bodembreedte, dat is tussen de 70 en 90 meter is in bochten. En de hoeveelheden aan bagger die gebaggerd zullen worden zijn 420 kubieke meter. En de kosten conform de overeenkomst zijn ongeveer 7 miljoen. Tweede onderdeel van het baggerproject is het onderhouden van de vaargeul voor een periode van 2 jaar. En dat is, daar moet de aannemer garant staan dat de diepte die in het bestek staat geschreven, dat hij dat haalt. Mohan zegt dat het project vele voordelen zal hebben voor de Surinaamse economie vanwege de schepen die Suriname zullen aandoen. De vorige regering had in maart 2020 reeds het startsein gegeven voor dit project. Echter kwam het programma niet van de grond vanwege achterstallige betalingen bij het bedrijf China Harbor, die toen belast was met de baggerwerkzaamheden.